met deze aflevering. Ik moet de gaten in. Het is zo'n flauw begin. Welkom bij GTA 5. We gaan weer leuke momentjes meemaken, althans dat hoop ik. Ik ben eigenlijk in een best wel redelijk mooie auto. Hè? We gaan naar het kermisje toe. Yeah! Op naar de kermis. Ik heb een plekje neergezet, dus dan kunnen we daar naartoe. En het leek me leuk om met een fiets op de achtbaanrails te gaan. Klinkt heel raar, klinkt ook onrealistisch, maar dat is leuk in GTA. Wat zijn ze daar allemaal doen hier? Hier zitten mensen te eten. Ik ga eens kijken wat ze aan het doen zijn. Iemand zit op zijn telefoontje. Ga gewoon langs met een wapen in mijn hand. Nee, die wapen moet weg. Weg. Hoe doe ik dat wapen weg? Ik ben die controls kwijt. Ja, hoe deed ik dat? Nee! Nee, niet richten! Dit zo. Ja. Nou, ik heb niks gedaan. Die mensen zijn bang. Die gaan misschien een politie bellen, maar dat hoop ik niet. Voor de lol ga ik gewoon even hier naar boven toe. Wat is er? Wat is er, meneer? Wat is er? Holy crap, die komt me slaan! Waarom komt hij me slaan? Ik doe helemaal niks! Huppakee, ik sla gewoon zijn bril eraf. Nee, ik wil... Ga weg jij! Ik heb niks gedaan en ik wil ook niks doen! Huppakee! Opzouten jij! Ja, wat nou? Oh no, hij slaat me toch? Oh, ik ga dood! Goed zo! En blijf er zitten. Alsjeblieft. Wat is er, meneer? Wat is er? Wat komt hij doen, meneer? Oh, je komt je broertje redden! Je komt je broertje redden! Nou, mooi niet! Doei doei, ik ga met mijn prachtige wagen er vandoor. En dan zie ik jullie, kijk, hij wil me pakken. Hé, kom dan, hè? Hé, dan durf je niet over het hekje heen, hè? Nee, kom dan. Haha, oké, jammer dit, jammer dit. Ik had hem uitgedaagd. Hij staat wel rood op de map, wat is dat rode? Oh, dat hij me echt wil aanvallen, wordt het echt een enemy? Waarschijnlijk heb ik zijn broer vermoord of zo. Oh, er komt een ambulance, ik wil weten hoe dit gaat. De ambulance gaat er naartoe. Een los hospital medical center. Gaat hij hem reviven? Of gaat hij, wat gaat hij doen? Ik heb hem natuurlijk knock-out geslagen of doodgeslagen, ik weet het niet. Nou, de ambulance gaat stoppen. Wat gaat hij doen? Hij rijdt door. Hij rijdt gewoon door. Tegen een boom aan. En wat doet die man naast hem? Is die serieus dood? Kijk die man naast hem. Kijk dan, dit is echt ongelofelijk. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Je hebt je broer vermoord. Of waarom een broer? Je hebt je mede... Genootje heb je... Dag meneer, de ambulance. Wacht even, we gaan over me heen. Zo. Love is all you need. All you need is love. Politie, shit, had ik nooit moeten doen. Excuses. We gaan weer door. Ik deed niks. Ik weet het niet, maar wij gaan hier naar... Oh! Netjes rijden. En remmen. Yeah. En daar is een achtbaan en een reuzenratje. En er zit nog steeds politie achter me aan. Dus we gaan een soort van schuilen. Waar kunnen wij gaan schuilen? Even kijken. Ik zal hier niet te veel aandacht trekken. Want anders komen de mensen heel snel achter me aan. Ik wil die reuzenrat hier. Weg jij! Hup, opzouten. Goed zo. $8 kost het. Hij gaat stoppen en dan kunnen we instappen. Yes, laat me maar instappen. Ik wil erin. The Ferris wheel. Well. Het heet geen wheel, het heet well. Press select to change view. Nou, dat ziet er wel gaaf uit. Oh, kijk nou. Dit is point of view. Woehoe! En er zitten ook meer mensen in het reuzenradje, in de Ferris Wheel. En een mooi uitzicht over de hele stad. Schitterend. En die achtbaan ook leuk met die kleurtjes. En we moeten dus dadelijk een fiets gaan vinden, want we willen met die fiets over de achtbaan heen. Ik weet dat het onmogelijk klinkt. Maar het is wel mogelijk, zeg maar. Geloof ik, dacht ik. Dus we gaan nu een fiets zoeken. En dat doen we dus door middel van op het strand. Daar zitten wel een paar van die fietsen. Even zoeken of we ergens af kunnen. We moeten eigenlijk op de weg rijden. Zo, op deze manier. Is dit de weg? Ik snap het niet. Nee, dit is niet de weg. Ik zoek geen bakfiets. Ik zoek gewoon een normale fiets. En ik heb het gevoel dat die gewoon hier ergens in de buurt zit. Fietsje. We zoeken met z'n allen een mooi fietsje. Dan kunnen we erop rijden van de achtbaan ergens van glijden. We zoeken een fietsje. Ladie. En hier, ja jongens, ik zit op parkeerplaats, daar kan je geen fietsen vinden, Vince. Oh, en leuk, kijk nou, de lifeguards. La 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 la. Die worden toch amper gebruikt. Ik bedoel, er zit er voor mij geen... Ik weet niet of het haai is. En ik zie daar wel een stuk van een haai. Is dit een haai? Oh, gemaakt van zand. Knap, ik vind het knap. Ja, we kunnen wel ergens een fietsje vinden, jongens. Is het zo moeilijk om een fietsje te zoeken? Dag mevrouw, hier zo. Is het niet een beetje koud hier om 's avonds te zitten? En waarom kijkt u me aan? Vindt u me aantrekkelijk? Ik ben een aantrekkelijke man, hè? Ja, ik ben aantrekkelijk, ja. Hallo, mevrouw. Zo, mevrouw. Waar gaan we heen? Gaan we naar uw plaats? Gaan we naar uw winkel? Ik loop er gewoon even achterna en ik ga kijken wat er gaat gebeuren.
En die vrouw die kijkt me ook na. Oh, Smoke on the Water. Kijk eens. Een hele wietwinkel. Wat wil je met je peuk uitmaken op? Maar ik zag het wel. Ik ga hem omver lopen, let op. Hij valt! En wat gaat hij nu doen? Oh, hij rent weg. Hij vindt het eng. U bent wel lekker zo'n appel aan het eten. Of een donut. Laat je het vallen? Wat zonde van die appeldonut. Nou, ik snap er geen reet van. Ik zoek een fiets en iedereen die is zo van... geen fiets. Ik kan het niet vinden. En waar moet ik... Ik zie hem al. Mensen, excuus. Ik heb hem gevonden, de fiets. En nu gaan we met deze fiets dus naar... Oh, wat langzaam. Dit is echt zo'n oude lullenfiets. Gewoon zo'n normale fiets. Ik dacht eerst aan een sportbike of zo, dat we dat krijgen. Maar we moeten het doen met dit kleine fietsje. En? Een bel? Ja, ik heb zeker een belletje. En nu moeten we dus helemaal naar de achtbaan. Kunnen we ook niet meer jumpen, denk ik? Nee. Tum, 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 tum. Mag ik alsjeblieft een masker hier? Mag ik echt een masker? Ik wil een masker halen. Hier, de apen... Oh, je kan een masker. Even kijken, wat hebben we allemaal? We hebben de Silver Skull Mask. We hebben de Space Monkey Mask. Oké, we hebben de Dark Ape Mask. Oh, wat gaaf, hoeveel maskers heb je wel niet? Laten we een masker opdoen. Een heel gekke, een aapje of zo. Dat vind ik wel leuk. Hey, dit aapje, die Ape Mask, die kijkt toch vrolijk? We gaan die eens kopen. Ik ga die gewoon opdoen. En wij hebben gewoon een apenmasker. Ziet toch hartstikke leuk uit? Misschien krijg ik wel geld toegeworpen, weet je wel? Dat mensen denken, hé, een aapje op een fiets. Daar betalen we voor. Oh, on the water. Maar, weet je wat nou het voordeel is? Is dat omdat het donker is het heel vet om de achtbaan te zien. Ja, wat is er? Sta ik voor? Wat ga je nu doen? Ik ben benieuwd. Ga je doorrijden? Je raakt me aan! What the fuck out? Wat gaat hij doen? Oh, hij negeert het. Nog eentje. Oh, sorry. Sorry voor het slijten. Ja, sorry hoor. We gaan hier naar de achtbaan. En dit is het moment waar iedereen op heeft gewacht van deze video. Gaat het ons lukken? Nee, we moeten eerst naar... Wat ben ik toch aan het knoeien? We komen in de buurt. Let op. Oh, sorry. Sorry. Oh, je hebt zo'n vrije val. Leuk. Superleuk. Dit is de uitgang. Dan moet hier de ingang zijn. Enter. Ik had beter een motor kunnen pakken, want ik denk niet dat het dit ons lukt. Maar het moet ons lukken, want ik heb er vertrouwen in. Ik heb er keihard vertrouwen in. Ik hoop jullie ook. Hier is de achtbaan. Dan gaan we nu op de rails. Ja. Ja. Yeah, we done it. We do it, we do it, we do it, we do it, we do it. Tak, 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 tak. Dit is gaaf. Wat een heerlijk achtbaanritje op de achtbaan. Realisme is dat natuurlijk een heel aparte achtbaan. Hij maakt twee keer rondjes, dat gaat naar beneden. We maken vaart in onze fietsje. Oh, niet eraf vallen. Oeh, en een bochtje. Het is wel jammer dat je geen mensen in de achtbaan ziet. Je kan alleen zelf een plekje nemen in de achtbaan. En that's it. Misschien krijg ik wel een achievement voor dit, jongens. Rock and roll op de achtbaan. Oh, kom op, speed maken, speed. Dit is echt gaaf. 'S avonds in het donker fietsen over de achtbaan. Rails. En ik vind het knap dat hij er niet doorheen dondert. Ja, we zijn er bijna. Kom op. Nog een paar tellen. Nog een klein stukje omhoog. En... Woehoe! Kunnen we springen met deze fiets? Ik ben heel benieuwd. Gaat dat op een of andere manier? Ja, dit gaat goed. Nou, vooruit. We doen dus een ritje in de achtbaan. $15. Echt wel duur hoor voor een ritje achtbaan. Here we go. Ik moet zeggen, we hebben het echt wel leuk gedaan hoor, vind ik. En ik zou zeggen, deze mevrouw, gaat u afsluiten? Of bent u druk met fotograferen en met bellen en zo?
Nou, we sluiten samen de video af, mensen. Voor een leuke video. Vergeet gewoon geen like te geven en te abonneren. Minder van het scherm zijn we volgende keer terug bij een nieuwe GTA 5 video. Doei doeg! Ren maar weg! Ren maar weg!